Sean. Pak hem, kap hem! Wat is dat? Kap me dan met die camera! Nee, maar dat lijkt me anders, toch? Dus dat je wel allebei elkaar voorstelt. Om zo dichtbij te komen. Dit komt allemaal op camera, dat snap je wel. Ja, boeit me niet, joh. Stuur allemaal naar Jerry door. Ja. The vibe is oké, baby, no way, no way, no way, no way. Schat, ik wil je zien, weten wat je aan is. Alright. Hello. Yo, mijn naam is Koso, dit is Pino. En wij zijn geboren en getogen in Utrecht en wij maken muziek. Nee. First date zitten we nu. Hey. Voelde de vonk niet. Hele leuke jongen. Beetje te moeilijk jij, joh. Ja, je bent de dominant. Oké, wat is jullie verhaal bij je? Ja. Ooit, heel lang geleden, valt bij mij, ik ben nog niet zo oud. Organiseerde een vriend van ons open avonden voor muziekgerelateerde dingen. Ja. Waar opkomende artiesten hun dingetje konden doen. En daar was onze lieve mooie man met het lange haar, Jerry. Jerrytje. Jerry. Hij werkte bij jou. Hoe oud waren jullie toen? Zo. Ik denk dat we een jaartje of 16, 17 waren. Nee, ik ben nu 24. Ik ben 23 jaar. Maar nog steeds contact met Jerry? Ja, zeker. Heel veel zelfs. Hij regelt heel veel voor ons en ik heb ook altijd gezegd, Jerry, zodra we daarheen gaan, sky high, dan... Bellen we op en nemen hem mee naar grote optreden. Nee, ja, voor mij geldt het heel erg, het is best wel cliché, maar je kan je gevoel er heel erg in uiten. En ik zeg ook altijd, als je iets niet kan zeggen, zing het dan. Ja, wat een sterk antwoord. Ja, maar ja, is het zo. Ja. Dus voor mij sowieso, voor mij in muziek is Ronnie wel echt het allergrootste voorbeeld geweest. Ook omdat hij, zeg maar, tussen al die stoere rappertjes en zo, was hij gewoon... een kwetsbare jongen en op de middelbare school was ik onzeker een kleine jongen, dus toen Ronnie denk ik wel echt, ja zeker. Ja, je moet vertellen wat je ooit met Energie had gedaan. Hitjes. Oh ja, dat klopt. Dat is wel vet. Ja, dat mag gezegd. Ik heb een remix van Energie gemaakt. Oh. En toen heb ik met Ronnie ook gebeld, hij heeft erop gereageerd, zeg maar, dat was wel heel tof. Ja. Dus dat goed dat je dat zegt. Ja toch, dat is toch vet. En jij? Zeg maar in iemand. MJ, de King of Pop. Ja, Michael Jackson sowieso, ongeacht de geruchten die rondgaan. Het is muziek gerelateerd, daar kijk naar. En als je kijkt op het vlak qua dansen, entertainen, zingen. Ja, dus ik kan alles doen voor doe jullie. Doe even voor, hè? Ik ga het echt proberen. Applaus! Dat vind ik wel een hele goeie. Ja. Ja, doe vooral je ding en luister niet naar andere mensen, want heel veel mensen gaan niet in je geloven, denk ik. Dus ik zou zeggen, gewoon blijf gewoon je ding doen en heb schijt aan iedereen en dan kom je er wel, denk ik. Blijf jezelf, ja. Kijk, motivatie heb je niet iedere dag, dus je moet discipline hebben. Je moet dag in, dag uit naar de studio willen gaan. Welke prijs wil je ervoor geven? Dat is wel heel erg wat ik heb geleerd. En ik weet dat mijn hart alleen nog maar jou. Ik denk als je zelf echt zwaar in je eigen talent gelooft, zeg maar, dat je dan gewoon, je moet gewoon doorgaan. En kritiek is goed hoor, dus je moet wel luisteren naar kritiek. Ja. Alleen, je moet wel gewoon door blijven gaan, toch? Als ik daar dan weer op in mag haken, kritiek, dat zet ik dan ook weer om naar motivatie. Dus dat is ook wel goeie wat jij zegt. Ja, dat vind ik ook een hele lastige vraag. Ja. Waarom? Nogmaals, ik maak heel erg muziek met emotie. En als ik boos ben, ga ik geen leuke, blije reggaeton plaat opnemen. Dus wat voor genre maken we? Wij maken Pino & Koso genre. En dat is liefde. We maken gewoon wel pop. Ik denk wel dat het gewoon pop is. Alleen met een eigen tintje er doorheen, snap je? Dus ik denk wel echt pop. We maken wel echt pop. Ja. Pop dingen, ja. Wat vertel ik je nu? Simpel. Ja, die wil ik wel beantwoorden. Simpel, die mag jij antwoorden. Galgenwaard, niet Ziggo Dome. We staan in de Galgenwaard over 5 jaar. Helemaal gevuld zo. En dan, ja man. Doe jij dan? Ik ben bescheiden, joh. Laat me met rust. Jij kan dit. Nee, joh. Doe jij dit? Nee, samen. Zullen we het in koor doen? Het komt uit. Nee, maar, Pino en Koso slaan de hand in één. Binnenkort Lagos uit. Lagos. Ciao. Ik zie jou snel. Een vet muziekje eronder. Hasta luego, hasta mañana, hasta luego.